50 meter. En de start is gevallen. Een hele rommelige beginfase. Diverse galoppades en enkele paarden die achter het veld beginnen. De leiding wordt genomen door Chill Outs met Kees Imming. Grote galoppade is er voor Dusk Boko. Een galoppade voor de start. Nummer 2. Was er voor Katakara Bos. En ook waren er mispassen voor de start voor paard nummer 7, Koen 6HB. Goed, terug naar de kop. Daar is het Kees Imming die met Chill Out het veld op sleeptouw neemt. Op de tweede plaats komt aan de buitenzijde naar voren Unica Lin. Unica Lin kan inparkeren op plek 2. Dow Jones ligt derde. En achter Dow Jones volgt dan Johnny Westenbrink. En hij is in deze koers vertegenwoordigd met Cindy Hill. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. Common Scott die ligt daarachter en aansluiting is er ook voor Arend tevreden met Biloen 2. Dat zijn de paarden die op dit moment de beste papieren hebben. Als we straks bij het passeren van de finishpaal nog één volledige ronde af gaan leggen. En dat gebeurt op dit moment. Laatste ronde voor Chill Out en Kees Imming. Unica Lin aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde Dow Jones. Daarachter volgt dan in het tweede spoor mooi geplaatst Cindy Hill. Achter Cindy Hill is het dan ook daar heel goed bij aan de binnenzijde Common Scott. Nou, ja, die zit er een beetje tussenin. Biloen 2 volgt. En achter Biloen 2 is er dan alweer aansluiting voor paard nummer 7, Koen 6HB. Door de bocht gaan de paarden naar de overkant en daar zijn ze voor de laatste maal met nog altijd Chill Out. En die wordt best wel sterk gehouden aan kop. Galoppade voor Unica Lin. En daardoor heeft hij uitgeschakeld nummer 6 galop. Chill Out nu een voorsprong van anderhalve lengte. Daarachter ja, een kluwe van paarden in een hele compacte formatie. Dow Jones is de eerste die in aanval gaat. Common Scott in het derde spoor. Betekent dat er zelfs paarden vierdik naar voren moeten als we de laatste bocht gaan naderen. En die deelnemer die vierdik naar voren moet is Cindy Hill. Laatste bocht is bereikt. Common Scott neemt over. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde Cindy Hill. Daarachter Koen 6HB. Die heeft hard gelopen naar die fout. En aan de binnenzijde hebben we dan Dow Jones. Dat is de situatie. Chill Out nu op plaats 5. Als we afkomen op de laatste rechterlijn. Het ziet er heel goed uit voor Lucas Wallin. De leerlingpikeur uit Zweden. Die actief is voor Bas Krebas. Hij won al met dit paard op Alkmaar. En hij gaat er nu eentje bij turven, denk ik, op de baan van Groningen. Op weg naar de finish met Lucas Wallin en Common Scott. Aan de buitenzijde Koen 6HB loopt een sterke koers. Maar moeten we na genoegen nemen met plaats 2. Cindy Hill en Dow Jones vechten voor de derde. Maar de 10 is binnen voor de 7, dan de 9 net voor de 5. We kunnen geduldig, dames en heren, de winnaars van koers 8. Ze hebben elkaar duidelijk gevonden. Lucas Wallin en Common Scott. Twee keer gereden, twee keer gewonnen, twee verschillende banen. En ook nog in een 22 tijd. 1-22-1. Kortom, dat zijn de cijfers die vandaag op toepassing zijn van onze nieuwe Zweedse leerling piqueur in Nederlandse dienst. De man die nu al rondom getipt wordt als zijnde de gedoodverfde leerlingkampioen voor het drassportjaar 2013. Hij is goed op weg, Lucas Wallin met zijn Common Scott. Zijn vierjarige bruinruin van Quiet Easy uit in Violta. Gevokt door Stal Quattrofoff en de familie Schotten van de Blink in bezit van Nettle Racing. Paard wordt getraind op Bas Krebas, gereden door Lucas Wallin. Hij was er blij mee, dames en heren. En ja, het zal geen groots applaus voor hem worden. Maar misschien kunt u toch uw waardering laten blijken van achter het glas vandaan. Geef ze een applaus, mooie winnaars. Common Scott, Lucas Wallin.